Laten we verder lezen. Een paar dagen later blijkt dat ze op de kermis zijn gesignaleerd door de dochter van Kay Dommersen, die er zelf alleen maar langs was gelopen om van en naar de auto te gaan, die bij Tref stond geparkeerd. Ze had hen uit zo'n draaiding zien stappen, met van die flikkerlichten. Ze hadden er hondsberoerd uitgezien. Het nieuws is het hele dorp al over geweest, voordat het via de oma bij de moeder terechtkomt. Katelijne toch, zegt de moeder streng, en ze pakt Katelijne bij de wang alsof ze hem uit wil knijpen. Stel dat er iets was gebeurd. Denk je dat je op zo'n plaats voor de Heer had kunnen verschijnen? Katelijne denkt aan de wolkeloze hemel. Inderdaad, het had zomaar de jongste dag kunnen zijn. Wat hebben jullie nog meer uitgesproken, vraagt de moeder achterdochtig. Niks, zegt Katelijne. Ik wil niet hebben dat iedereen denkt dat mijn huis voor galg een rat opgroeien, zegt ze. Ze heeft hun een goede opvoeding gegeven en ze moeten niet doen alsof ze thuis niks geleerd zijn. Ze zegt het met dezelfde stem als die waarmee ze over negers praat, wanneer ze beweert dat die niet hard werken, omdat ze niet verder denken dan vandaag. En je hebt nog geleugend ook. Je hebt gezegd dat jullie direct afgekomen waren, maar je hebt de zaak lopen verneuken. Katrijn kijkt naar de muur achter haar, die wit is met schikkels. Ik zal aan je vader vragen of hij jullie een bak slaag heeft. Je moet het maar eens voelen. En kijk niet zo brutaal. Katrijn's ogen zakken naar de plinten. Naar de krassen van Wasco die er nog op zitten van toen zij klein was. Ze blijft grijnzen. Ze kan niet anders. Als ze het niet doet, zal ze in tranen uitbarsten. Ik heb gezegd dat jij ze op een sodomieter geeft, zegt de moeder tegen de vader. Want als ik ze over de knie leg, dan lachen ze erom. Dat is waar. De moeder is groot en sterk, maar een goed pak slaag geven kan ze niet. Althans niet zoals de vader het kan. Die heeft daar een foefje voor. Hij kan ook goed overweg met een hamer. Zo raar om reactie te krijgen. Goed, zegt de vader. Maar ik ga wel eerst eten. Katelijne krijgt een pak slaag. En de vraag is of zij dat als onterecht ervaart. Inderdaad, het had zomaar de jongste dag kunnen zijn, staat er. Ze begrijpt dus dat ze slaag verdient. En ze begrijpt ook waarom. Ze realiseert zich opeens de ernst van haar vergrijp. Stel dat deze dag haar laatste was geweest. Hoe had ze dan ooit voor God kunnen verschijnen? Is deze passage dan kritiek op de regel dat een kind met een gedoopt voorhoofd niet thuis hoort op de kermis? Ik lees het er niet in. Katelijne tast de regel af, overtreedt hem en accepteert de straf zonder protest of kritiek. Ook bij andere regels protesteert Katelijne niet. Waarom wordt het dan toch als kritiek gelezen? Als niet de tekst daartoe aanleiding geeft, dan moeten we die aanleiding buiten de tekst zoeken. Ik heb erover nagedacht en ik kan 3 redenen bedenken. De eerste reden is dat de lezer misschien zelf zijn twijfels heeft bij het nut van allerlei regels. En die projecteert op deze tekst. Die manier kan hij die twijfels ter sprake brengen, zonder daarvan de initiator te zijn. Een discussie opstarten is immers je nek uitsteken. En binnen de zaal is dat niet zonder het gevaar dat iedereen over je heen duikelt. Het kan ook de automatische verdedigingsreflex zijn. Dat is het tweede. De automatische verdedigingsreflex van de bevindelijk geformeerde subcultuur. Die reflex is eigen aan de notie van het vreemdelingschap. We zijn hier een vreemdeling op aarde. De wereld is ons vijandig gezind. Schrijft een buitenstaander over de regeltjes uit onze subcultuur, dan moet dat wel kritiek zijn. De derde reden die ik kon bedenken waarom mensen het eigenlijk altijd als kritiek lezen. Dat mensen het lezen met een bril op. Achtergrondkennis betroebelt de onbevangen kijk naar de tekst. Omdat men weet dat de auteur afstand heeft gedaan van het bevindelijk gereformeerde denken, kan het gevoel ontstaan dat de Satan haar pen heeft vastgehouden. Alle 3 de redenen zijn begrijpelijk. Maar ik vind dat ze geen recht doen aan de tekst.
En ik zou ervoor willen pleiten de tekst zelf te laten spreken en niet alle dingen eromheen. Dan kom ik nu bij mijn tweede punt. Ik kom erachter dat mijn lezing best wel lang is. Gaat het nog? Kunnen jullie het nog volgen? Ja? Het tweede punt was de auteur van Dorsum vol confetti. De auteur van Dorsum vol confetti heeft in haar jeugd alleen de buitenkant van het geloof ervaren. Zoals ik net al aangaf, zou het beter zijn om alleen de tekst te laten spreken. De auteur is dood, schreef Roland Barthes al. Wat de schrijver met zijn of haar boek heeft bedoeld, doet er niet toe. Voor een groot deel ben ik het daarmee eens. Maar ik begrijp ook wel dat er in sommige gevallen wel degelijk aandacht is voor de schrijver. Als ik geïnterviewd word, is de vraag of ik zelf nog geloof ongeveer altijd vraag 2. Daar geef ik dan netjes antwoord op. Al vind ik het niet de meest interessante vraag. Nou, wat er nu aan de hand is, baart me wel zorgen aan. In de reformatorische wereld gaat men er inmiddels al van uit dat ik mijn eigen jeugd en mijn opvoeding negatief heb ervaren. En dat ik met mijn boek kritiek lever op ouders voor wie het geloof vooral beperkt is tot de zondag. Of op ouders die weinig kennen van het ware zaligmakende geloof. Ik vind natuurlijk ook dat iedereen vrij is om in het boek te lezen wat zij of hij wil. En daarom mag men zich wat mij betreft rustig spiegelen op welke manier dan ook. Maar als men mij vraagt of ik ongelovig ben geworden omdat mijn reformatorische opvoeding zouteloos was, omdat ik te weinig heb gezien van de liefde van Christus, dan zeg ik nee, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Aan mijn geloofsopvoeding mankeerde niets. Mijn familie was gelovig. Punt. Het onderscheid tussen een waar en een vals geloof is in mijn ogen een onderscheid dat er niet toe doet. Geloof is geloof. Met de predicaten waar en vals kan ik persoonlijk niets. Ik ben opgevoed in een wangezin op een manier die ik heel veel kinderen kan toewensen. Er mankeerde niets aan. En mijn familieleden zijn mij dierbaarder dan wie of wat dan ook. Hun geloof is het mijne niet. En ik gun ze van ganser harte een leven zonder angst voor de rechterstoel, zoals ik dat iedereen toewens. Maar ik heb geen trauma's moeten verwerken in dit boek. Ik ben niet uit de reformatorische gemeenschap gestapt vanwege de regeltjes, of omdat de mensen er te weinig van Gods liefde uitstralen. Wat ik in mijn studententijd ontdekte, was dat ik onderdeel was van een groot verhaal